Nou, het stormt al aardig. In ieder geval, het waait al aardig. En Sarah die denkt het te weten wat we gaan doen. Het is zondag. We zijn redelijk vroeg wakker, want ik ga zo met Sarah naar de bioscoop. Naar de film waar ze zo graag heen wil. En dat weet ze nog niet. Die is aan het ontbijten vanmorgen. Of beneden. En ik ga iets heel spannends doen. Ik ga op de weegschaal staan na, wat is het? 3 weken of zo dat ik gezond ben gaan eten. Nee, wel iets meer al. Dus nou heb ik niet, absoluut niet gelijnd. Ik heb gewoon wat meer op mijn eten gelet. Maar ik vind het wel even een spannend momentje. Nou, daar gaan we. Nou, we hebben er toch 2 kilo vanaf nu. En dat had ik deels al een klein beetje door, omdat ik wat beter in broeken kwam. Maar we zijn er dus nog niet. En ik heb ook absoluut niet altijd heel goed gegeten. Maar we zijn op de goede weg, dus... Ik ga even douchen, aankleden, opmaken en dan kunnen we zo gaan. Nou, bij make-up op mijn gezicht voel je altijd toch wat fijner. Ik moet zeggen dat ik me altijd wat meer tot leven voel. Ik heb me ook aangekleed. Ik heb deze top aan van Warehouse. Mile High Skinny broek van Levi's. Mijn, even kijken of ik goed mik. Tommy laarsjes en tas van Ted Baker. En zelf ook zo'n leuke outfit. Die zal ik zo even laten zien. Ze heeft die oversized sweater aan met een kort rokje en zwarte laarsjes. En de nep Prada-tas, die heb ik niet gekocht. Hij is wel heel cool. Ja, het is wel neppe, schat. Dat is geen echte Prada-tas. Ik denk niet dat jij een echte Prada-tas van hem zou krijgen. Maar we gaan onze jas aan doen, anders komen we daar nog te laat, dame. Nou, het stormt al aardig. In ieder geval, het waait al aardig. En Sarah die denkt het te weten wat we gaan doen. Ja, naar de bioscoop. En waar naartoe dan? Ja, de baby slijmbeel. Dat was zo juist. Daar gaan we naartoe. Ik sta gelijk te springen. En ik heb hier het allergelukkigste meisje van de wereld volgens mij nu. Hoe graag wilde je naar deze film? Nee, maar... Zo graag? Oh, je bent wel heel donker. Zal ik even een lichtje maken? Zo. En we hebben lekker popcorn en M&M's. En ik zat er net te bedenken. Ik heb helemaal niet ontbeten net. Dus de popcorn en de M&M's zijn mijn ontbijt vandaag. Lekker gezond. En dat zit ik vanochtend nog te vertellen. En ik vergeet helemaal mijn ontbijt. Maar ja, we moesten best vroeg de deur uit. En we waren niet heel vroeg ons bed uit. Dus ja, so be it. Laat het maar ophouden dat er heel veel vezels in zitten. Ik ben Tess Purperhart en ik heb weer fantastic nieuws. Het is vandaag Internationale Slijmdag en ik ben zo live met niemand minder dan Vie Valentijn. Ze zijn net terug en Sarah die heeft de tijd van leven gehad. En het was zo leuk, ik had op Insta-story gedeeld dat we dus bij de bios bij de film zaten. En toen had Bibi daarop gereageerd. Dus Sarah is helemaal in de zevende hemel dat ze een reactie heeft van Bibi. Heeft ze nog een reactie gegeven? Nee, ze had 2 keer ja, wel teruggestuurd en daar had ze nog een keer op gereageerd. Dus dat vindt ze helemaal het einde natuurlijk. En nu ik heb mijn jas nog aan, ik ga even het tuinmeubilair nog even verder aan de zijkant allemaal zetten. Want het gaat steeds harder waaien en het kan over een paar uurtjes natuurlijk helemaal losgaan voordat ik daar stoelen door mijn ramen vliegen. Ga ik even zoveel mogelijk goed wegzetten. Maar ja, ik kan het onmogelijk allemaal binnenzetten. Dus dat is het enige wat ik kan doen. Dus dat ga ik wel even doen voordat ik daar te laat ben daarmee. Ik ben nu maar even in mijn eentje aan het verder gaan in Sarah's kamer. Want dat gaat gewoon sneller. Omdat ik gewoon niet wil dat het een 80-jaren plan wordt. In ieder geval even de spiegel schoonmaken met mijn op die theedoek. Waar ik nog steeds echt mega fan van ben. Echt de aanrader van de eeuw. Ik zweer het. En binnenkort heb ik mijn eigen optiedeeavond. Dat vind ik echt super fijn. Je maakt vlek op de spiegel, niet normaal. En dan kan ik een extra set ook kopen. Want als ze in de was zitten, dan heb ik ze niet. En ik wil ze gewoon 24/7 kunnen pakken, zeg maar. Dit is zo makkelijk. Klaar. En...
klaar. De rest droogt gewoon dadelijk streepvrij op. Dus hij is helemaal niet droog, maar hier zie je hem al drogen. Echt perfect. Dus ik ga ook de ramen even doen. En dan gaan we beginnen met deze hoek opruimen. En die gaan in de rolkrat onder de bed. Wat daarin ligt gaat in het nachtkastje. En zo gaan we even wat dingen veranderen. En dan wordt deze kamer weer heel netjes. Dit ga ik ook even opnieuw doen. Dit is hoe Sarah alles zelf opruimt. Sierra gaat zo los buiten. Echt. Het is een terechte storm. En zeker de eerste storm die een naam krijgt waardig. Trouwens, dit was zo schattig. Dit was mijn bedtijd. Ik kreeg een huwelijksaanzoek van Sarah. En nu zijn we getrouwd met deze ring. Echt te cute. Ik ga lekker mandarijntjes eten. Ik heb er gewoon 3 gepakt. Dus om nog steeds onmogelijk om te bellen elke keer. Maar goed, en ik ben de Handmaid's Tale aan het kijken. En ik had seizoen 1 gezien. Maar die staat niet op Netflix. En ik heb nu seizoen 2 en 3 binnengekregen. Dus ik heb net geëdit. En ik ga nu even mandarijntjes eten en even een klein stukje kijken. Want ik vond seizoen 1 best wel indrukwekkend. Ik kom soms zo goed uit mijn woorden. Ik wil altijd te veel zeggen. En dan wordt het echt een of ander raar iets van alle zinnen die door mijn hoofd gaan. Maar goed, seizoen 1 was dus echt indrukwekkend. En ja, mij zette het echt heel erg aan het denken ook over gewoon mensheid. En het is gewoon heel boeiend om te kijken. Dus ik ben wel heel erg benieuwd wat seizoen 2 gaat brengen. Dus ik zal jullie dadelijk laten weten of het net zo boeiend is als seizoen 1. Ik ben zo mega trots op mezelf. De serie was trouwens leuk. Was weer heel intrigerend. Maar 11:50, in ieder geval bijna 11:45. Maar ik ga al naar mijn bed. Dus nog steeds goed bezig. En ja, dat voelt goed. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren, duimpje achter te laten. En reageren kan op mijn Facebookpagina Mama Bakken. En dan zie ik je morgen weer. Doei doei!